staan hier vandaag op het Uitfestival bij Landgoed de Haren voor de opening van het theaterseizoen in Salland. Er zijn 10 verschillende podia aanwezig, welke het programma laten zien. We gaan nu bij de Power Girls kijken. Wie? De Power Girls. Waar? Theater Podium Heinau. Wanneer? 20 november 2015. En de laatste dag. Waarover? Muziek met een knipoog en een snufje theater rondom onze oude radio 1952. Welkom! Honing speelt op een blaasinstrument met een geluid. 4 jaar conservatorium. Eerste vraag, wie? Tim Knol. Wanneer? 27 november. Waar? Deventer Schouwburg. En waarover? Over mijn verzamelobsessies, maar vooral mooie liedjes spelen. U hoort het. Wie? Pepijn Schoneveld. Waar? 18 november in Badme Cultuurhuis Braakhekken en 18 december Deventer Theaterbouwkunde. Waarover? Na zijn goed ontvangen eerste avond in de show Meneer Jongetje keert Pepijn Schoneveld terug met zijn tweede show. Morgen klaart het op. Het jongetje is nu een meneer die niet gemaakt is voor de 21ste eeuw. Hij is gemaakt om in een berenvel voor zijn god te zitten en boegoe te roepen. Nu ligt hij thuis op de bank met al zijn oerinstincten en overlevingsmechanismen en allemaal gedachten die niet thuis horen in dat neandertale koppie. Hij moet een nieuwe manier vinden om in deze jungle van auto's, telefoons en boze mensen te overleven. En dan klaart het op. Echt. Nou, wij gaan zo kijken bij Kirsten van Tijn. En zoals u kunt zien begint het al aardig vol te lopen. Wie? Kirsten van Tijn. Waar en wanneer? Waar en wanneer? 8 januari in... Een diepe, zware stem, grove bonte benen, grote brede handen, blauw geschaafde schenen. Theater en 28 november in Bijen. Ja, jongens. En waarover? Waarover? Nou, het zijn voornamelijk liedjes, scènes. Het is echt een cabaretvoorstelling. Het gaat heel erg over mij. Het is een persoonlijk geëngageerde voorstelling. Ik speel samen met mijn gitarist Leon Sieben allerlei liedjes. En het is, tenminste, de Volkskrant zei een assertieve idioot. En zo werd ik hier ook op het Uitfestival aangekondigd. Ik vind het een heerlijke omschrijving. Esther Groeneberg. Waar en wanneer? Op 22 november in Cultuurclub De Haren in Oost en op 13 december in Podium Heinoop. Waarover? Nou, ik treed op met mijn bandje. Ik speel mijn eigen Nederlandse liedjes en vooral de liedjes van mijn nieuwste cd Elk Eind is een Begin. En in Heino speel ik ook nog een paar kerst- en winterliedjes erbij. Dus kom dat zien! Maar ik zie alles helder. Ik overzie de grenzen en de wanhoop van de mensen. Eens allemaal heel erg recalcitrant te zijn of wij zijn slaven maar we zullen lachen om. Dit is anarchistisch oost is dit. We zullen lachen om. Ik maak de tekst wel wat makkelijker. Iedereen. Ik ben het. Maarten. Maarten Ebbers, ja, dat klopt ook nog. Achternaam hoort erbij. En wanneer en waar? Hier en nu. Nee, in het Hoftheater. En wanneer? In Raalt is dat. Ja, dat is iemand bekend met het Hoftheater? Het is het beste interview van deze dag. Gelukkig maar. En wanneer sta je in het Hoftheater? Vraag me af, wanneer sta ik eigenlijk? 16 oktober. In het Hoftheater. In het Hoftheater, 2015. 2015, ja, klopt. Dit seizoen. Dit seizoen is dat. En waarover gaat de voorstelling? Ja, dat weet ik niet hoor. Dat zien we dan wel weer. Verrassing. Dus met Kim? Met Kim van Zeebest samen. En we gaan niet tegelijk. Ik bereid me wel voor. Beter als op interview.
komt het zien. Een beter voorbereide show door Maarten van Ebbers. Dag. Zijn nou van Ebbers? Maarten Ebbers. Wel. En verder vandaag op het Uitfestival was te zien Gentle Flavor, The Taste of Jazz, Dames van Adel, Nathalie Baartman en Daan Oostdam. Allen te zien komend theaterseizoen bij de Kleine Podia in Zalland.